Tijdens het seizoen 2022-2023 maakten wij met Club Brugge een historische Champions League run mee. Zij kwalificeerden zich voor de achtste finales nadat zij een groep met Bayer Leverkusen, Atletico Madrid en FC Porto hadden overleefd. Dit kwam meteen bij een van de beste prestaties ooit te staan voor een Belgische ploeg in de Champions League, maar zij zijn niet de enige jongens. In deze episode van Champions Classics, Marcus en Brian, gaan we op zoek naar historische runs, spectaculaire momenten en mooie herinneringen van Belgische clubs in de Champions League. Ik zit hier vandaag niet alleen. Aan mijn linkerkant Brian Soares Duarte, aan mijn rechterkant Marcus Capenda. En dat was het voor mijn radiostem vandaag. We gaan gewoon normaal doen. Jongens, we zitten hier vandaag omdat wij het gaan hebben over Belgische ploeg in de Champions League. Mm-hmm. Enerzijds, hè, momenten die wij ons herinneren, die onze jeugd een beetje hebben gemarkeerd. Anderzijds willen wij gewoon een beetje zien van wat zijn de grote prestaties van Belgische ploegen in de Champions League. En we gaan afsluiten en naar het einde toe ook met een vraag van en wat brengt de toekomst ons? Wat geloven wij dat Belgische ploegen in Europa en in de Champions League nog kunnen doen? Ja. En daarom had ik jullie gevraagd of jullie momenten hadden vanuit jullie jeugd die jullie konden herinneren. Maar voordat we daar beginnen, en ik ga eerst de vraag aan Marcus stellen, is wat betekent het voor u wanneer een Belgische ploeg in de Champions League speelt? Of kunt jij u vanuit uw jeugd zo herinneren van wanneer de Belgische ploegen speelden, dan keek ik daarnaar op tv en al die dingen? Champions League in België, voor mij dat is kermis. Oké. Okay. Er is altijd een vaste periode in de stad wanneer de kermis langskomt. Ja. Iedereen kan daarop anticiperen. Voor mij, Champions League, dat is een beetje zo de kermis komt langs. Mm-hmm. We hebben dit jaar bijvoorbeeld gezien Antwerpen, Barça. Snap je? Je hebt zo, die loting gebeurt. Jij hoopt dat er een grote ploeg is langskomt bij u, want mooi. De Belgische competitie is geen grote competitie. Wij zijn niet de beste spelers, wij zijn niet altijd de beste ploegen. Ja. Dus dat is zo de kans om eindelijk je favoriete spelers of teams te zien. Dus in die zin is dat zo'n beetje kermis. Ja, ik vind dat een harde vergelijking. Ja, ik wou zeggen kerstmis in plaats van kermis. Omdat inderdaad, je krijgt een cadeau en je hoopt natuurlijk wel dat een van die ploegen, Anderlecht, Genk, Club Brugge, Antwerp, hoop je natuurlijk dat zij een topclub krijgen. Omdat je vaak, we zien de toppers in het buitenland, we hebben niet altijd de mogelijkheden om die wedstrijden te gaan kunnen zien. Ja. Ja, dan weet je, tenminste één of twee keer in het jaar komen zij naar België een wedstrijd te spelen. Ik had dat vooral toen naar PSG met de superster van Neymar en Messi naar België kwamen. Ja, dat brengt een ander gevoel. Zelfs gewoon weten dat ze van, toen op het nieuws kwam er ook heel vaak voor van, ze zijn geland in, niet geland, want ze hebben de trein gepakt, maar ze zijn aangekomen in Brussel. Ja, dit is dit hotel. En ik denk van, nu vertrek ik naar Brussel. Dus dat brengt me wel zo een kerstgevoel van, en ook gewoon Champions League, koude avonden. Altijd gewoon laat ook, dus dat geeft wel een kerstgevoel. Ja. Ik denk ook, ik sluit me sowieso aan wat jullie zeggen, maar ik denk ook zo, omdat voor de gouden generatie was dat nog echt voor mij zo dingen van het is misschien de enige keer dat ik een superster ga kunnen meemaken live als die naar België komen. En dan is het inderdaad zo, jij vergeet eigenlijk voor welke ploeg jij supportert. Nee. Als jij voor een Belgische ploeg supportert, jij denkt gewoon van inderdaad Antwerp, Brugge, Genk, Gent, Anderlecht, ze zitten erin. Oké, ik wil Barça, ik wil United, ik wil Madrid. En ik denk zelfs, want wij hebben ook allemaal favoriete ploeg in Europa, maar op dat punt is het zo van, stel mijn favoriete ploeg, kom niet naar hier. Ik ben een Barcelona-fan bijvoorbeeld, maar Real Madrid komt. Ja, dat is ook Je vergeet dat even. Dus dat is inderdaad wel een goede ding. Zo van, dat is de periode van het jaar waar de kermis eigenlijk in het land is. Ik vind dat een leuke. Maar ik dacht... De voor. Maar ik dacht, om ons een beetje in de sfeer te brengen en ook de kijkers, we gaan een paar leuke beelden herbekijken van Belgische ploegen in de Champions League. En dan kunnen we daarna verder over babbelen. Okay. Linkse voet. Dat is voor mij misschien de jongste herinnering die ik heb van een Belgische ploeg in de Champions League. Ja? Ja, omdat dat was het grote Milan. Uh-huh. En dat was dan Brugge met Mendoza. Milan was hier. Echt, dat is Nesta. Hè? Dat is het grote Milan. Snap je? En Mendoza komt dan nog eens zo buitenkant voet. En vroeger had je niet die grote transferprijzen van die supergoed bezig in België. Deze is een van de eerste. Dat is de beste, denk ik. Ook omdat ze dat opnieuw zoveel hebben laten herhalen en zo. Ja, maar dat is,
Ook gewoon heel het verhaal van Standaard vond ik ook wel wat. Deze beeld herinner ik mij nog heel goed. Maar dit is met Bolat. Hij heeft er zo 2 of 3 gescoord hè, met hoofd. Hè. Ja, maar ik denk er is er nog een tweede van. Ja, een patent. Ik vind het grappig. Daarna verwachtte iedereen. Ja, dat ik kwam zo wakker. Maar ik was zo jong. Ik was ook jonger en dacht zo van, ah, bro, mogen keepers toch, mogen die ook scoren of zo? Ah, dit vond ik echt grappig. Gevonden. Dit is buitenspel. Want ik denk zo, ik denk, Dennis had heel veel stress voor die wedstrijd. Ja, ja, ja. Want hier is hij zo controle. En ik denk, God was echt met hem die dag. Ja, God was echt met hem die dag. Want hij mist, dus deze, eigenlijk, hij mist hem, snap je? Ja, ja, ja. In voetbaltermijn, hij mist hem. Verkeerde aanname en zo, maar oké, een cadeautje gekregen en dan scoort het doelpunt. Wat gaan we doen? Plus een VAR-check. Voor doelpunt. Ja. Dus het moet nog meezetten. En die VAR heeft ook echt wel even geduurd. Ja. Het is nu geknipt, maar dat heeft even geduurd. En wat is dat misschien seizoen 1 of 2 dat VAR? Ja, in het was een van de eerste seizoenen, ik wou toch net zeggen, maar ik was niet 100% zeker. En toen ook City was ook een van de ploegen dat zo het meeste met VAR heeft moeten strijden dat jaar. Ja, Dennis had stress, jong, die dag. Ja, man. Want kijk, deze ook, hè. Ja, zelfs die tweede. Zo'n tweede beeld hier. Deze dacht echt zo van, broer, die man had stress. Ja, had die Courtois, Santiago Bernabeu. Oh, hij valt. Maar ik denk ook, als hij niet valt, scoort hij niet, volgens mij. Ja, want dan loop je zo'n beetje uit zo... Uit noodzaak, ja, snap je? Ja, soms, hij komt weer recht. Kijk. Want hier, hij valt. Hij zegt, Dus kijk, hier, ja, maar dat lopje is wel heel goed af. Ja, ja, want nu lag de bal onder hem, snap je? Dus hij moest schermen. Ja, ja, ja. Maar het moet soms meezitten, snap je? Kijk, je neemt deze, hè. Je gaat naar huis. Je hebt dus gescoord in Bernabeu. Sowieso. Twee keer. Hij scoort 2 keer, ze staan 0-2 voor op Bernabeu. Ja, snap je? Dat is ongelooflijk, snap je? Maar jullie zeiden het... Bolat, dat zo de meest iconische was. Ja, voor mij wel. Man. Ja, man. Ik herinner me zelfs nog zo die krantenkoppen, echt zo van, snap je, van die kobbel en zo. Ah, maar ik denk, omdat wij met school hadden wij denk ik toevallig die week krantenweek. Krantenweek? En we moesten zo, ja, was krantenweek? Dus de leerkracht legde elke dag in de klas legde hij dus verschillende kranten op tafel. Okay. En je moest dan natuurlijk gewoon een pagina pakken, uitknippen wat voor u het meest interessante was. Ja. Ja, toen dat was die foto van Bolat aan het lopen was. Ja. Ja, dat was mijn voorpagina. Je moest zelf een krant maken, maar daarmee aan verschillende krantenartikelen. En ja, natuurlijk als voetbalfan kies je natuurlijk meteen voetbal zelf. Maar inderdaad, Bolat was gewoon een van de... Ja, je bent jonger, mooi keeper scoren, waarom komt hij mee? Er zitten heel veel vragen, snap je? Ja. En als je dat ziet, is dat gewoon super crazy, man. Snap je? Zelfs als zijn reactie, je ziet wel, snap je? Like, zoals hij, zeker. Dus wat is de kans dat je, zeker als Belgisch ploeg, dat je scoort in de Champions League? Oké. Okay. Als veldspeler is dat één, dan als keeper. Ja, man. En dan nog eens in de context van... Kwalificatie. Ja, zij zijn op dat moment vierdes en uitgeschakeld. Ja, ja. En dankzij die wedstrijd gaan ze door naar de Europa League of naar de UEFA Cup. Of was het toen al? Ik denk dat toen het toen al Europa League was. Was misschien net Europa League. Ja, wat toen voor Belgische ploegen top was. Hè? Als je in de Champions League derde eindigde, dat was een goed resultaat. Dus ja, ik vond dat hard. Maar Brian, ik wil even bij u blijven. Yes. Omdat ik in de voorbereiding had gevraagd van, ja, heb jij een Champions League moment met een Belgische ploeg die je zo is bijgebleven uit je jeugd? Ja. En ik was eigenlijk heel verrast door uw keuze, dus je mocht dat even uitleggen. Het was Standaard tegen Liverpool, 2008-2009, de kwalificatiewedstrijd voor het Champions League. Waarom eigenlijk? Ik ben er sowieso altijd in de Premier League fan geweest. En dat jaar was het het grote Liverpool, ze hadden Torres, Xabi Alonso, ze hadden Gerrard, ze hadden heel veel grote namen. Ja. En natuurlijk, als je kijkt naar de Belgische Pro League, ik kreeg toen zo'n ticket, dat was niet het meest fantastische niveau. Mm-hmm. Maar ik had dus een beste vriend van mij, was een Standaard fan en was ook Liverpool fan. Dat was het voor hem was in dat huishouden, want iedereen was daar Standaard Liverpool. Iedereen was daar Standaard Liverpool. Dat was zo'n beetje een tweestrijd, dus ik kwam dan met hun meekijken. En hoe dat je kijkt naar Liverpool, en zeker ook die jaren, ze deden mee voor de Premier League altijd, was het zo van... Ah, het grote Liverpool gaat hier Standaard kapot maken. Mm-hmm. En dan kijk je die wedstrijd en zeg je, bro, ze hebben de eerste wedstrijd gelijk gespeeld. En dan hebben ze 118 minuten nodig moeten hebben voordat die Ricard die doelpunt scoorde. Maar voor mij was het ook zo van, introductie met Belgische talenten. Daar zag je ook de trio, Defoe, Fellaini en Witzel. Was voor mij ook een beetje, want Witzel was dan ook, denk ik, die jaar zo met de hele situatie met Wasilewski was ook zo een beetje aan het highlight. Dus Witzel was al een naam dat vaker voorbij kwam in die jaren. Gewoon, het was crazy tegen een van de betere ploegen, zeker. Omdat ik weet wat dat Torres doet met een verdediging van Manchester United. Dan denk ik van, oké, hij gaat hier de klus klaren. Maar Standaard had heel goed gespeeld, vond ik, in die wedstrijd. En er leek echt wel een moment dat zij op weg waren naar een Champions League kwalificatie. Dus voor mij was het echt wel zo van, wauw, snap je? Want als je jong bent, je kent eerder een Barcelona en Real Madrid en Manchester United dan... Standaard, ook al ben je in België, zeker als je niet Belgisch voetbal volgt. Dus voor mij was dat echt wel zo een heel groot verschil. Leefde dat bij u ook zo dingen van, als die grote ploegen naar België komen, die gaan echt kapot maken?
Bij mij was dat omgekeerd, want toen was ik nog meer in mijn Belgisch voetbalfase. Snap je? Dus bijvoorbeeld Standaard, dat was, snap je, dat was een Bocani, Jovanovic, trio op het middenveld. Dus ergens Champions League was voor mij ook zo van, oké, snap je, op kermis, je hebt die boksmachine toch? Of die hamer zo. Even zien hoe sterk bent je echt. Yeah. Want dat Standaard bijvoorbeeld in die tijd, dat was, snap je? Dat was, ja, serieus, de best comfortabel, de beste ploeg van België. Mm-hmm. Dus wanneer die grote ploegen afkomen, dan heb je zoiets van, ah, nu ga je echt zien waar je niveau ligt. Dus dat is... Maar dat is voor mij had ik, ja, voor mij, ik had vaak hoge verwachtingen. Okay. Dus voor mij, Belgisch voetbal in Champions League, dat zo gegaan. Eerst, ik had zo hoge verwachtingen, want voor mij, die ploegen zijn goed. Mm-hmm. Dan ik zie zo van, ah, oké, we krijgen best wel pandoering in Europa. Maar voor mij was het helemaal anders. Het was echt zo van, ja, ik aanbied aan de Premier League op dat moment. Ja, en dan denk je van, oké. Ja, maar het is niet gebeurd. Dus dat was voor mij een van de momenten ook gewoon. Ja, ik heb me echt wel die wedstrijd gewoon perfect herinneren. En nogmaals, gewoon hoe dat daar was beleefd in die kleine woonkamer. Mm-hmm. Ja, dat is crazy, man. Crazy, wat man. Ik spijtig vond, is wat jij nu zegt over die pandoeringen. Ja. Ik had zo altijd de dingen van, zo bijvoorbeeld die ploeg van Standaard. Ah, die zijn sterk. Die gaan hun spel gaan spelen in Europa. En jij wilt die echt motiveren van, speel jullie spel, snap je? Doe jullie ding. En dan zo 4-0, 5-0, dan denk je zo van, wow! Maar dat was ook een van de wedstrijden dat je zegt, zo van, het was respectabel. Ja, dat is leuk. En nogmaals, Standaard kon winnen. Ja, die was het. Dat was voor mij, dat was zo van, ze konden winnen. Ze hadden gewoon kansen. Ja, dat is spijtig. Snap je, wat is de kans dat je in Liverpool tegenkomt in de kwalificatie? Ja. Snap je, je moet ook geluk hebben soms in de Champions League. Nu is het wat gemakkelijker. Ja, dat is waar. Ik heb ook een momentje gekozen. Ja. Het is inderdaad een pandoering. Van uw eigen club dan nog? Ja, maar ik heb ervoor gekozen omdat ik in het stadion zat. Mm. En ik heb het geluk gehad om inderdaad via Europese wedstrijden... Dat waren mijn eerste ervaringen met grote spelers. Ja. En ik heb Bayern gezien voor de eerste keer en ik dacht... Mm. Ik zie Robben Ribéry en ik begrijp dan zo van... Ah, er is niveaus hoog. Dat is die... Dat is dat andere niveau. Die spelen een ander spel bijna, voilà. Snap je? Maar dan, PSG kwam naar Anderlecht. En dat was het nieuwe PSG, weet je. Met Ibrahimovic, Cavani, Laurent Blanc was coach. Verratti, Thiago Motta. Ja. Je was in het stadion. Ja, ik was in het stadion. En ik zeg dat altijd. En we gaan zo naar de beelden kijken. In mijn hoofd ben ik de eerste persoon die opstaat en applaus geeft. Ah, ik ging net vragen, heb je geklapt? Ja, maar ik geloof echt dat ik de eerste ben. maar dat is het ding. Ik ben ooit eens naar United Anderlecht gaan kijken. En... Toen hadden ze ook een applaus gegeven voor Pogba. En toen heb ik zo'n beetje wel besefte van... Anderlecht fans zijn wel heel classy op het vlak van... Als zij wereldtalent zien... Ja, veel fans gaan heel negatief reageren op een speler die 4 of 5 keer scoort tegen zijn ploeg. Mm-hmm. Maar daar bij Anderlecht vond ik wel mooi dat ze gewoon klapten. En ook zelfs bij Zlatan zeg je ook zo van... Dat is het leuke dat ik had aan Champions League-avonden in Anderlecht, want ik heb dat niet ervaren in andere clubs. En misschien is dat in andere clubs ook wel gewoon... Ik denk een op Standaard en op Brugge een Champions League-avond moet wel leuk zijn als thuissupporter. Dat moet echt wel een vibe zijn. Maar op Anderlecht had ik inderdaad zo dingen van... Ah, al wordt er een pandoering uitgedeeld, je ziet wel mijn publiek, dat zijn echt voetballiefhebbers. Ja, en die houden van goed voetbal. Dus als er mooi wordt gevoetbald, dan is het door de andere ploeg. Ja, we hebben een goede avond gehad. Maar dat is ook wat voetbal eigenlijk. Ja, misschien zijn. Is dat de meest gezonde manier om ermee om te gaan. En ik denk dat als Belgische voetbalsupporter, dat je dat eigenlijk meestal wel hebt. Wat we in het begin zeiden. Ja, je wilt gewoon grote ploegen en grote spelers zien. Maar ik stel voor dat we even naar de highlight kijken van Anderlecht tegen Paris Saint-Germain. Is vertrokken op de linkerkant. Mitrovic wijst, maar Praat moet naar zijn rechter kappen. Dat is al moeilijker. En dan weghalen Marquinhos. Leschten, ja, dat is goed. Bal met het hoofd tot bij Praat. En Suarez. Een schot. En Sirigu. Een beetje verrast. Laat hem iets te makkelijk in corner glijden. Maar handen op elkaar voor deze poging van Matias Suarez. Nee, geen buitenspel. Ibrahimovic, daar is de eerste kans. Hij weet niet waar de bal is en hij legt hem er heel nonchalant naast. Ja, is dat dan geen buitenspel van Ibrahimovic? Ja, ik dacht van wel, maar ja, dat is het gevaar dat Anderlecht neemt. Die lijnen hoog houden, lopende mensen. Ja, dit was buitenspel. Hij ging er voorbij, maar het was snipt en de vlag bleef beneden. Daar is Van der Wiel en daar is Ibrahimovic. Het is 0-1. Ja, kijk, zo gaat het. Knappe aanval van PSG en Ibrahimovic. Niet scherp. Heeft maar één kansje nodig om te scoren.
Wat ging dat snel? Ja, het begon bij Suárez die daar die bal eigenlijk kon intercepteren. Dat duel verloor eigenlijk. Maar eerst maar eens kijken, want Van der Wiel weer Ibrahimovic en 0-2. Tjoffe, jongen. Twee keer hetzelfde en een formidabele manier waarop hij afwerkt. Weer Van der Wiel en weer Ibrahimovic. Ja, toch wel problemen op die linkerkant van Anderlecht. Het eerste doelpunt, tweede doelpunt. Telkens Van der Wiel op de gepaste moment in de rug van Suárez. Open ruimte daar door de naar binnen dekkende Sakala. Ravetti was al vertrokken. Ibrahimovic vindt eerst nog Maxwell. Voorzet is daar. Het nooit ook Kouyaté. Ibrahimovic. Oh, la 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 la. Ibrahimovic, ja, als hij vandaar ook al geweldige knallen begint uit te delen. Wat kan je daaraan doen? Kaminski had het nog zo vriendelijk gevraagd. En luister eens naar het publiek. Ibrahimovic krijgt gewoon van het andere publiek een staande ovatie. En daar kunnen wij alleen maar ons bij aansluiten. Applaus ook van Ibrahimovic voor het publiek. Ja, wat kan je eraan doen? Applaus. En Gillet misschien scoren? Nee, Sirigu pakt het nog. Even een onoplettend tijd, concentratieverlies van Sirigu. Die bal voor Marquinhos. Ja, het voetballen normaal iets gebrek aan concentratie even. En ja, een aanmogelijkheid voor Anderlecht. Spijtig genoeg, zeg het voor het vertrouwen ook van de trainer hier. Geen doelpunt. Oeh, Bemba leidt daar weg. En daar is Cavani. 0-4. Jongen. Had ik hem net wat lof toegezwaaid. Omdat hij een goede eerste helft speelde. Nu glijdt hij domweg onderuit. En kan Cavani het rustig afmaken. Ja, dat moet je dan niet doen natuurlijk. Nee, dat is gewoon ja, weggeven. Ik kan zeggen, ik glij uit. Maar ja, je moet maar zorgen dat je de goede schoenen aan hebt. Sakala gaat daar wat nutteloos jagen, vind ik. Veel energie gebruiken. En komen er op hun gemakje uit. Motta stuurt hier Ibrahimovic weg. Daar komt hij. Gaat nog eens trappen, denk ik. Ibrahimovic. Voilà. En weer applaus op alle banken. En Sakala, die wat ik zei, dus ging jagen voorin. Eigenlijk een beetje rondlopen als een wilde stier. En dan uit positie staan. Het toont zijn karakter, zijn inzet, dus zijn gedrevenheid. Maar misschien niet direct zijn spelintelligentie, want uit de zone. Ik denk dat dit een goed voorbeeld was van inderdaad zo'n niveauverschil. Ja. En ik denk wel dat je kunt het op tv zien, maar ik zeg dat altijd met voetbal. Hè. Live. Maar live is wat je beseft van, yo. Mm-hmm. Dat zijn, en ik heb dan PSG van Neymar ook gezien. Ja, dat is Neymar en Mbappé. Dat sloeg nergens op. Dat sloeg echt nergens op. Je ziet die voetbal en je beseft zo van, ja, als hij zin heeft, dan... Snap je? Jij komt als figurant. Hè. Ja. Jij doet echt mee, snap je? Maar al die ervaringen zorgen er wel voor dat... Ja, seizoenen waar de Belgische ploegen het dan wel goed doen, of wel uitblinken. Ons ook laten beseffen welk niveau zij dan net wel hebben gehaald. Snap je? Ja. En ik denk dat voor onze generatie het eerste voorbeeld, of het meest frappante voorbeeld, Gent is. In 2015-16. Als we daarover beginnen, wat is het eerste dat bij jullie binnenspringt? Van, zijn het bepaalde spelers? Is het Van Azenbroek? Want die is dan wel heel hoog geprezen geweest. Ja, ik denk Van Azenbroek. Is het voor u Van Azenbroek? Ja, omdat... In België was er ook een heel lange periode dat we op zoek waren naar echt goede coaches of tactisch heel sterke coaches. Prudhomme. Ik denk sinds Prudhomme inderdaad was dat. En Van Azenbroek was wel een van de coaches waarvan iedereen wel wat wist van die kan wel iets in de Belgische competities, maar dan was het natuurlijk wachten op die Europese bevestigingen. Ja. En ja, dat had hij wel voor mij getoond, zeker in die campagnes, maar ook campagnes daarna, dat hij wel echt een ploeg kan neerzetten. Het denkt ook heel goed na, ja, met de Poitre in de spits, targetman, ook wat je een beetje nodig hebt in Europa. Je hebt snelle flankspelers, je hebt een creatief middenveld, je hebt een middenveld dat ook heel hard werkt. Dus je zag wel, die samenstelling van Gent zag er al heel goed uit. En voor mij was het Van Hazenhoek die gewoon ja, die juiste touches vaak kon leggen op wedstrijden, ook de juiste manier wedstrijd kon gaan voorbereiden. Dus voor mij was het altijd wel van, ja, zeker ook Champions League, ik kijk iets meer naar coaches dan naar spelers voor haar, voor haar reden, maar ik denk bijvoorbeeld, ja, aan Champions League denk ik aan Ferguson, ik denk aan een Mourinho, en zie dat ik meteen denk aan hij Van Hazenbroek. Ja. Maar het is wel weer een coach waar ik op lette,
Omdat meestal als een ploeg... Een ploeg is altijd wel goed, maar ze zijn altijd op zoek naar ja, wie de juiste coach is om te kan brengen naar de Champions League. Waar dat PSG ook heel lang heeft gedaan met verschillende coaches te gaan zoeken. Ja, in België was precies hij van Azenbroek zo van ah, wil je het goed doen Europees, ja, dan moet je hij gaan halen, want je weet wel van dat hij precies gaat neerleggen. Dat is ook hoe hij eigenlijk later een beetje bij Anderlecht belandt. Ja. Ja, omdat zo je... met het idee van hij gaat terug Europees voetbal naar Anderlecht brengen, al die dingen. Ja. Mm-hmm. Maar wat ik vooral indrukwekkend vond bij Gent, is het feit dat zij een ploeg hebben samengesteld waarvan niemand echt op voorhand een naam was. Ja. Of heel bekend was. Ja. Of, snap je wat ik bedoel? Ja. En dat was, denk ik, waarom hij van Azenbroek zoveel credits heeft gekregen. Ja. Want de meeste namen waren gewoon onbekend. Snap je? Maar jij die Barcelona-fan bent, Gent speelde toen heel mooi voetbal. Ja. Is dat iets waarvan jij dan nog meer genot kreeg om daar naar te kijken? Ja, want ik herinner me dat dat voor het eerst in lange tijd was dat een ploeg echt in België getaald werd als... Allee, ze kregen heel veel respect voor het voetbal dat ze brachten. Ja. En daarom mijn favoriete speler, als je moet raden, wie denk je? Kums. Kums. Ja, natuurlijk. Want ja, maar ja. De Belgische Xavi. Was dat Pirlo of Xavi? De twee. Ja. Daarmee, dus dat vond ik wel leuk. En bij mij doet dat mij heel hard denken aan mijn studententijd. Want snap je, dat was Gent. Ik studeer in Gent. Dat is mijn eerste... Nee, wacht. Hè. Was de vibe toen in Gent? Nou, wacht. Nee. Dat was niet mijn eerste jaar in Gent. Niet, ik denk het dat nog, jaar, dat was nog de in het middelbaar gewoon dat ik dat voelde, denk ik. Want daar had je ook heel veel voetbalfanaten van de Jupiler Pro League. En je voelde gewoon, ik had het gevoel voor het eerst in het land was er het leeft, hoop. Ja, het leeft hier. Hè? Snap je? Dus dat herinner ik mij nog. En dan, zoals gezegd, gewoon zo'n namen die uit het niks begonnen op te duiken. En die echt wel naam voor zichzelf hebben. Ik denk, Laurent de Poit speelt uiteindelijk Rode Duivels. Kums kreeg ook selecties. Ja, ik weet nog, Moses Simon. Ik weet nog, die werd gelinkt aan Real Madrid en zo. Maar ik ook zo bedragen, 15 miljoen. Ja, 15 miljoen voor iemand uit de Pro League. En je had dan in deze campagne nog namen zoals zo Thomas Maton en Milicevic. Zo. Deze broer. Ja, die had de beste winning. Maar dan ook zo links had je Saïf, maar je had Azare. Oui. Je had Thomas Fouquet, maar bijvoorbeeld Thomas Fouquet en Hij is ook de Poitre. Ook ja, dat zijn jongens die uit de lagere klasses kwamen, snap je? Ja, ja. Ik denk de Poitre die speelde bij Eendracht Aals. Ik heb die bij Eendracht Aals zien spelen. Nee. En dan is hij naar Oostende gegaan. Oostende is gestegen. Hij komt zo in de eerste klasse. Dat is een leuk verhaal. Ja, een beetje zo. Maar op een gegeven moment speelt hij bij Gent, scoort hij in de Champions League en is hij Rode Duivel. Ja. En dan denk ik, wat is er hier gebeurd? Wie heeft die iets gegeven dat hij zo sterk is geworden? En die is naar de Premier League gegaan. Ja. Dat is echt een topcarrière. Het is ook zo, mix van buitenlands talent met bijstalent ook, wat je vaak had, zeker, zeker bij Gent, maakt het ook wel iets zo aangenamer om naar te kijken, vond ik. Nee. Zeker wat je zei met Fouquet bijvoorbeeld, die dan een selectie krijgt. En ja, de Poitre ook, die dan... Dan gaat hij naar Porto, denk ik. Ja, die gaat naar Porto. Ja, en dan speelt hij nog voor Huddersfield. Ja, die heeft ook even heel kort in de Premier gespeeld. Maar ja, het zijn gewoon weer zo moves waarvan je ook niet meteen hebt verwacht. En dat is altijd wel een beetje het leuke wanneer de Belgische ploegen Europees speelt. Is van, oké, wie gaat er nu de stap maken? Wie gaat er nu weg? En wie zien we binnen een paar jaar weer opdrijven? Nee, absoluut. En dat was mijn Gent weer... Ik denk wat ook heel leuk is aan deze campagne, is dat zij eerst in de drie eerste wedstrijden 1-9 halen. Ja. En dan is het zo, 1-9. Ze scoren wel een paar leuke doelpunten en zo. Hè? Milicevic, Maton en Fouquet scoren in de heenronde. Maar ze doen 1-1 in de eerste wedstrijd tegen Lyon. Dus dan denkt iedereen, misschien zit er iets in. Ja, ze gaan naar Zenit 2-1, ze gaan naar Valencia 2-1. En dan denkt iedereen, het is het klassieke... Ja, hè? De remontada voor de remontada. Ja, maar iedereen denkt, de Belgische ploeg gaat weer laatst eindigen. Ja. Maar ze spelen leuk voetbal, ze doen wel leuk mee. En bedankt iedereen, voor de moeite. Iedereen is zo, dat is zo de goede, hoe zeg ik dat, zo de schoonbroer. Ja, snap je? Maar dan, terugronde. Ik denk dat Gent er sowieso altijd in heeft geloofd. Ik denk vooral door het spel. Mm-hmm. Omdat ze hun eigen spel zijn blijven spelen, denk ik dat ze hebben gezien van we zitten er niet zo ver af. Ja. En ik stel voor dat we eerst even naar de beelden kijken van die terugronde en dat we dan erover debatteren. dat was Valencia, toch? Ja, dus dat is inderdaad op penalty dat zij tegen Valencia gaan winnen. Ja. Dat was in Gent. Ja, in Gent. Ja. In de Gelamco Arena. Daarom, dat was ook nog. Hoe lang was die gebouwd toen? Ik vraag me af of dat niet het eerste jaar is. Daarom. Maar ik weet dat niet van buiten. Met Brechtje de Jager. Ja, Brechtje de Jager. Daarom, dat was echt een verfrissing in het Belgisch voetballandschap, snap je? Want absoluut. Ik denk ook Gent was al even niet meer nee, op die level. Het was inderdaad, zo de big three altijd. De Brian Ruizes en de El Ganassis en zo. Echt getrapt, want... binnen is binnen, een vriend. Binnen is binnen, broer. Maar dat is wel de wedstrijd die hem dan... Ja, want dat Valencia is... Toch de grootste ploeg ja, in die groep wel. Dus ja, ze winnen thuis tegen Valencia en dan heeft iedereen zoiets van als dit kan, dan is het mogelijk dat we ook tegen
zowel Lyon als Zenit misschien punten gaan pakken. Weet je? En hier zien we onze vriend Heijn. Ja. En dat is dan op Lyon? Hier. Ja, maar Milicevic. Ah, ja, met die met dat je niet zo voor de bam mocht gaan. Ja, ja, ja. Man. Dat is wel een vrij trapse makker. Ja, en die zijn viering is te hard. Ik ken het zelf. Ja, dat zijn wel spelers die ik graag heb zien passeren in België, man. Absoluut. Ik denk dat Milicevic zelfs gestopt is met voetballen nu. Ondertussen. Volgens mij werkt hij voor Gent nu. Ja. En plus, daar zie je ook... Ik denk, de kant rond de muur, dat is prachtig. Ja, ik denk voor underdogs dat dat misschien onderschat is, maar die stilstaande fases moet je het soms echt van hebben. Ja, ik denk, naar Porto hebben we dat ook gezien. Ja, absoluut. Ja, en hier ook terug stilstaande fase. Koulibaly invaller. Ja. Nee, maar inderdaad, klopt wel... Ja, omdat je weet in de wedstrijd van we gaan vaak niet domineren, dus we gaan het op die stilstaande fase moeten doen. En dan zie je ook wel dat ze daar wel excelleren, zeker in het scoren van in stilstaande fase. Maar omdat je daar echt ook wel kan gaan werken. Dat is een beetje ingestudeerd. Je kunt dat controleren wel een beetje. Ja. En ze hadden weten er ook van, wel okay, de spelers voor. Spelers voor. En daar had je altijd wel mijn ploeg mee van Hasselbroek. Ja, die ze hebben altijd wel zo'n paar profielen waar je weet van... Moest het gebeuren op de stilstaande fase, I got it. Absoluut. Snap je? Je kunt daar een extra goal of twee mee scoren. En dat maakt soms het verschil tussen overnachten of niet. Hè? Overwinteren. Overnachten, zei hij. She's dead. Ja, je denkt te veel. Dat is voor jullie. Nee, maar ja, dus... En dan blijft er één wedstrijd over, hè, tegen Zenit. Oh, ja. En dat is de wedstrijd waar zij weten van... Ja, het kan het gebeuren. Kan nog, hè? Thuis, in Gent, in de Glamco Arena. En ja, terug Sven Kums in de actie. Ja. En plus, dat Zenit, ik weet niet of ze daar ze nog allemaal hebben, maar dat was ook toen... Dat was een goede ploeg. Toen die ook net waren overgenomen en al. Tak! Laurent de Poitre. Zijn eerste doelpunt in de groepsfase. Ja. Maar dan wel in die wedstrijd. Want hij was niet een superscorende spits. Hè. Mm. Hij was een werkende spits. Maar hij werkt wel heel hard. En hij was heel nuttig voor het systeem, maar het is niet dat hij bekend stond voor... Ah ja, hij gaat de winning doelpunt scoren en zo. Maar dan toch in de laatste wedstrijd. Snap je? En ook zo dat hij hem viert, zo van, ah, zie je het? Ja, ja. Hij was grappig langs de zijkant. Ik ga niet liegen. Zijn interviews ook. Maar hij is altijd super eerlijk, man. Ik vond hem een verfrissend figuur, man. Moses, dat is Moses, toch? Doe je een zee op. Nou, waar vertrok Moses Simon? Is dat Nant? Ik weet dat niet meer. Hij heeft voor Nant gespeeld, maar ik weet niet of hij extreem weer. Hopla. Dan onze guy, hè? Ietje nee, anders. Ietje chance. Nee. Milicevic. Altijd. Dat knipt. Maar weet je wat ik leuk vond ook? Is zo, ja, hij viert door zijn shirt uit te trekken. Ja. Dat is bijna zo'n ding dat jij op dat moment gelooft van het is klaar. Boy. Want er blijven nog 12 minuten over, denk ik. Ja. Maar als jij zo viert, is het eigenlijk zo'n teken geven van yo. Ja, ja, het is over. Wij geven dat niet meer uit handen, snap je? En dan zie je de sfeer in het stadion. Ja, je ziet hoe dat ze aan het vieren waren. Er zijn beelden van de voorzitters die elkaar in de armen springen en zo, snap je? Op zo'n momenten wil je Gent supporter zijn, snap je? Ja, ik denk, daar leef je voor als Belgische ploeg. Die Champions League nacht is het zat. Mooie actie, man. Ik denk dat dat wel een referentieploeg was uiteindelijk, man. Ik denk dat wel. Was gezegd, die goede campagnes voor onze generatie in de Champions League. Maar het is zo voor mij ook zo'n beetje meer een recept dat daarna meer wordt gebruikt. Zo van, uitgaan van je eigen sterkte en echt gewoon je spel zelf durven opleggen. Oh ja. Ja, dat was Gent voor mij een van de eerste zeker. Ja. Die gewoon zeiden van kijk, we gaan spelen op onze manier. En het lukt of het lukt niet. En dat is ook denk ik wat veel, veel meer ploegen moeten gaan doen, zeker in de Champions League. Ik begrijp al het defensieve spel en dat je met het defensief spel waarschijnlijk meer punten kan gaan winnen. Ja. Maar ja, je speelt jarenlang met een bepaalde systeem, met een bepaalde filosofie, om dan te gaan switchen in die grote wedstrijden. Ja, dat kan soms heel hard tegen je werken. En dat kan op momenten wel punten opleveren, maar ik denk, ja, als je nu een 6-6 pakt tegen twee ploegen waarvan je dat niet verwacht, ja, dan... En je doet het op je eigen manier, is dat denk ik nog meer dat je toevoegt qua bonus. Maar is dat niet zo'n beetje dingen ook van, als je er een beetje van uitgaat dat je sowieso wel gaat verliezen, of dat je minder kans maakt, dan kun je evengoed toch gewoon je spel spelen? Ja. Ja, dat is zo die... Snap je? Iemand die niks te verliezen heeft, is een heel gevaarlijk type ding. Hè? Maar het is dubbel. Want ze verliezen uiteindelijk. Een start is 1-9. Dus, snap je? Dat is zo... Ja, maar soms inderdaad... Blijf je geloven. Maar soms moet het inderdaad ook gewoon klikken, hè, natuurlijk. Hè? Maar ik denk wel waarom dat we misschien ook heel vaak een defensieve spel is. Omdat je weet van... Ja, bij gelijkspel krijg je zoveel duizenden euro's. Bij een winst krijg je zoveel duizenden euro's. Dus ik denk dat ze daar ook wel rekening mee hadden van... Ja, soms moeten we misschien eens gewoon heel... verdedigend gaan spelen. Mm-hmm. Maar ik denk dat het voor natuurlijk de supporters... Want uiteindelijk wil je ook wel die supporters... Ik denk op voorhand, Gent denkt niet dat ze de Champions League winnen.
Maar ik denk dat ze wel komen met het gevoel van oké, onze supporters verdienen wel natuurlijk die leuke avonden. Er zijn ook heel veel spelers die zichzelf in de kijker willen gaan zetten. Ja. En daarom is voor mij altijd wel van belang dat ze zeker gewoon de manier of waarom dat je in die competitie bent geraakt, dat je natuurlijk blijft volhouden. Wow. Daarom is dat zo'n dubbele, zeker als underdog-ploeg of kleinere ploeg, wat Belgische ploegen meestal gaan zijn. Het is die fijne lijnen vinden tussen, snappen, dat aanvallen, dat defensief. Want uitgaan van je eigen sterkte betekent niet altijd per se aanvallen. Ik denk ook wat het verschil maakt. Mag niet overconfident zijn. Ja, ik denk ook wat het verschil maakt. Ik denk, ik kan 2 of 3-0 verliezen. Maar niet 5-6-7. Dan denk je ook van, oké, we gaan dat ene keer doen, maar laat ons dan maar verdedigen. Maar ik denk inderdaad, die 1 op 9 helpt ook. Want dan is het zo van... Ja, ik denk de manier, want uiteindelijk ze spelen 1-1 en dan verliezen ze 2 keer 2-1. Dat is niet slecht. Dat is niet slecht. En ook, het is zo van, het lukt hun wel, want ze spelen ook 2 keer uit. Ze spelen op Zenit en op Valencia. Ja, het lukt hem om daar een doelpunt te scoren. Het is altijd de aansluitingstreffer. Dus het is altijd, ze staan 1-0 achter, ze scoren de 1-1, ze verliezen met 2-1. Snap je? Dat is niet dat jij gedomineerd bent geweest. Dat is niet dat jij nu meedeed. Dus het geloof stijgt natuurlijk. Dus dan gelooft jij wel, zo typische coach, maar thuis pakken we ze. Ja. Maar dat is ook, denk ik, de inzicht dat je moet hebben. Hè. Denk van, het kan je permitteren om een punt te laten liggen. Liefst pakken een punt. Ja. Als het gaat, 3 punten. Ja. Maar thuis, dat is je thuisbasis. Respecteer jezelf een beetje. Respecteer het logo van absoluut. Waar je speelt. En het is ook zo dat zij 2 keer 2-1 verliezen uit. Mm-hmm. En 2 keer 2-1 winnen thuis. Dus het is altijd heel nipt geweest. En dan gaan ze verder. Dan komen ze tegen het sterke Wolfsburg. Wolfsburg, toch? Met dingen. En het grappige is daar, iedereen heeft daar al zoiets van, ze gaan het nog eens doen. En ik ga niet zeggen dat ze het daar onderschat hebben, maar je voelt wel een kleine naïviteit. Omdat in de eerste wedstrijd, Wolfsburg, het staat 0-3 ineens. En dan iedereen zo, reality check. Even terug, Zo, snap je? En dan scoren ze wel 1-3 en 2-3. Mm-hmm. En dan is het zo, maar Wolfsburg heeft in Gent 3 keer gescoord. Ja. Toen telde dat nog. Snap je? Dus dan moeten eigenlijk al 2-0 gaan winnen in Wolfsburg. En dan wordt het een beetje ingewikkeld. Ja. Maar... is dat niet spijtig dat we zo'n beetje dat gevoel hebben van hadden ze het misschien minder onderschat? Hadden ze het nog kunnen verder gaan? Of is het gewoon van, ze zijn gekomen tegen een heel sterke ploeg, want het was wel een goede ploeg. En Wolfsburg met Draxler en Kruse. Maar ik denk zeker in de groepsfase nog een beetje wat anders. Ik denk dat in de groepsfases meer laxheid leeft binnen clubs. Oké. Okay. En als je dan naar knock-outfases gaat, zie je wel zo... Ik denk dat als je die wedstrijd bijvoorbeeld herspeelt in de groepsfase, zie ik Gent waarschijnlijk ook wel punten pakken. Mm. Maar omdat het echt nog aan fases is, dan zie je wel meteen van, Wolfsburg maakt wel de wedstrijd meteen af wanneer het eigenlijk echt nodig is. Mm. En dan merk ik wel meer met knock-out-wedstrijden en competitiewedstrijden, of als we praten over toernooien, zie je wel, competitie is er iets meer relaxed, maar je weet van, we gaan nog terug. En natuurlijk is het wel thuis en uit nog steeds, maar je weet uiteindelijk van, als ik de 6 punten hier niet pak, thuis en uit, het zijn nog 9 andere punten dat ik kan winnen, of 12 andere punten dat ik kan winnen in andere wedstrijden. Dus daar merk ik wel van, moest hij in de groepsfase zijn, zag ik of geef ik geen meer kans. Maar in de knock-out-fase begrijp ik wel dat je daar gewoon... En ook natuurlijk, je komt met een vertrouwensboost, je zit in een heel goede flow. Ook gewoon, denk ik, de situering wanneer de wedstrijden worden gespeeld. Gebeurt dat in het voorjaar, misschien net na die periode dat ze zich net kwalificeren, komen zij misschien met nog meer zelfvertrouwen naar die wedstrijden. En dan kunnen ze het wel mooi afsluiten. Maar, en je zit inderdaad ook een beetje met die pauze van... Er zit 3 maanden tussen, Snap je, dat volgt elkaar niet op die Champions League. Dat is niet zoals de play-offs en basketbal waren. Dat is een beetje het jammer eraan, denk ik. Maar ik denk dat we zo heel veel verhalen missen, omdat sommige ploegen raken gewoon uit vorm naarmate het seizoen vordert. Ja, of verliezen een beetje die flow waar ze inderdaad... De saus. De saus. Snap je? Ja. Gent is een van de 3 Belgische ploegen die zich heeft kunnen kwalificeren voor de volgende ronde, zeg maar. Brugge, dat weten wij nog omdat dat heel fresh in de memory zit. Maar er is ook voor, ik zal zeggen, misschien de generatie voor ons, die een beetje jonger zijn als ons, een serie geweest of een run geweest van Anderlecht in de Champions League. Die jij weer goed uitgekozen, hè, vriend? Kijk, we moeten een beetje aan promotie doen. Hè. De Marcus heeft een truc in aan. Er komt de wedstrijd voor dat ik dat weer tegen mij spreek. Ja, altijd jullie, hè. Altijd jullie, broer. Het is altijd onze. Altijd jullie, broer. Maar het is zo dat toen in de Champions League dat je nog mijn eerste en een tweede ronde zat. Ja. Dus dat niet meteen de knock-outfase was na de groepsfase. En Anderlecht zat toen in een groep met Anorthosis Famagusta. Ik ben blij dat ik het meteen kan uitspreken. Dit is niet geknipt. Nee, dat is niet waar zelfs. Dat was de voorrondes. Porto was ook de voorrondes, maar zat in de groep met Manchester United, PSV, Eindhoven en Dynamo Kiev. Ja.
jouw Manchester United. Ja. Het mooie Manchester United. Klopt. Met heel veel mooie spelers. Waar ook net... Was niet ver van jullie treble gaan. Ik denk 2 seizoenen daarna. Wacht eens. Want jullie treble is... We hebben 1998, 1999, 2000, 2001. Twee jaar daarna. Het is misschien een moeilijke vraag, het is misschien niet heel realistisch, maar jij die een voetbalfan bent, ja. Jij die wel de historie kent van een Manchester United, ja. Kun je je een beetje inbeelden dat United verslaanbaar was door een Belgische ploeg? Nee. Ja, sowieso niet. Maar ik denk, er zijn ook heel veel voorbeelden geweest, zeker ook als we over praten over Porto bijvoorbeeld. Mm-hmm. Ja, je ziet de match-up en je denkt van, ja... We denken altijd van, het is de grote ploeg tegen de kleinere ploeg. Ja. En wij denken altijd, voetbal werkt zo, maar het werkt uiteindelijk niet zo. Ja. Maar ik had nooit verwacht dat Anderlecht zou kunnen winnen tegen Manchester United. Zeker als je ziet de ploeg dat ze hebben, Bart is in doel. Mm-hmm. Legendaarse coach met Ferguson. Dus jij denkt natuurlijk wel... Frisse Ryan Giggs. Ja, je denkt gewoon van, dit wordt gewoon pakjes, kom dan. Maar dat is het helemaal niet geworden. Mm-hmm. Het is wel zo dat in de eerste ronde wel inderdaad pakjes zijn. Ja. Anderlecht verliest 5-1. Maar er zijn 2 matchen, jammer genoeg. Absoluut. Ja, maar het ding is, welke match gaat het meest bijblijven? Ah, natuurlijk, ja. Ja, die verliespartij. 5-1, maar die 5-1 dat Manchester United wint, nobody cares. Ja. Maar het is wel die ene keer dat je verliest. Ja. Nee, inderdaad, is Manchester United wint met 5-1. Anderlecht wint de tweede wedstrijd met 1-0 thuis tegen PSV Eindhoven. Mm-hmm. En verliest dan 4-0 van Dynamo Kiev. Wat we daarnet zeiden zo van Gent, ze starten met 1-9, maar ze zitten wel er dichtbij. Ja, dat was niet het geval. het was heel duidelijk vroeger. Ja, dat was niet het geval. Het was duidelijk van wow. Dit is Champions League niveau. Wow. Maar dan terug een beetje, wat ik denk Anderlecht supporters vaak een beetje beschrijven als de magie van Europees voetbal in het Astridpark. Ja. Hè? Is terug dat zij 2 thuismatchen hebben dan. Dus tegen Dynamo Kiev en tegen Manchester United. En dat ze dan de laatste wedstrijd naar PSV Eindhoven moeten. En ook hier gaan we even naar de beelden kijken voordat we erover debatteren. Goeie kwaliteit. Ik ga debatteren blijven zeggen. Ik weet niet, maar ik kijk naar dit soort beelden veel leuker dan van vroeger. Ja? Dan recente beelden. Ja, waarom? Ik weet niet, dat geeft echt zo'n... Ja, dat geeft me ook echt meer Champions League vibes. Ja, die oldschool quality. Ik denk ook Champions League kwaliteit was zo net iets beter dan zo de normale competities. Mm-hmm. Mm. Dus dan, als ik naar dit kijk, denk ik van ja, het is inderdaad Champions League. Maar nu, alle wedstrijden hebben dezelfde camera. Ah, zo, dus ja, het is allemaal even goed zetten. Ik denk dat die oldschool... Zie je zo bij die highlights, die oldschool sterrenbal die zo voorbij rolt zo? Dat geeft nog steeds die pitching. Is dat ook niet zo dat je vroeger zo dat het een beetje herkenbaar was zo in welk stadion dat je zat op basis van zo de angles, de beelden camera en gefilmd was en zo? Wat dat nu er een beetje uit is, toch? Ja. Nu iedereen is hetzelfde, alles is hetzelfde. Ja. Dus ja, dit brengt weer een leuke vibe. Ook gewoon zo de kwaliteit van passen, zo, snap je? Zo. En dat was een goede Anderlecht-ploeg, hè? Mm, als je ziet, die speelde gewoon mooi voetbal. Hè? Die goals, dat zijn absoluut. Zo geen... Thomas. Zijn geen goals uit het niks of zo. Dat is mooi. Maar dat is ook als je kijkt naar... Emi Antunis was toen nog coach. Frankie Verkouteren zat al op de bank. Maar je had duo Jan Koller-Racinski. Dat is die klassieke dingen, ja, toch? Dat is een van de meest bekende duo's bij Anderlecht. Je had Stoika, die nog heel jong was. Je had Bassetjo. Ja. Je had Stalens, Crasson. Ja. Maar nu praat ik als een fan. Niet als een neutrale. Dat mag. Nee, maar inderdaad, voor het Belgische voetbal was dat wel... Ja, dat waren... Ja. Toen had dat nog konden, de bal in de muur. Ah. Absoluut. Nu liggen ze 3 mannen in de muur. Radzinski leeft ons leven, man. Thomas Radzinski leeft ons leven. Ik herinner me, die heeft bij Waasland Bever ook gespeeld vroeger. Die heeft nog een paar clubs gedaan. Dan heb je dan gehoord die verhalen toch van wie dat is. Dus dat is nu grappig om dat zo te zien. Van, je was echt iemand. En hier de legendarische. Hey, kapot snap. Bartje Goor. Ah, broer, hij was mijn guy. Oh, hij was mijn guy. Als ik iemand 1 dag zou kunnen zijn, dan zou ik Bartje Goor willen zijn. Echt waar. Nou, Bart, ik herinner mij Bart tegen dingen. Zelf voor Gert Verheijen, die discussie altijd, broer. Bartje. Ja, man, Yves van der Raag. Het is leuk om te zien dat er veel coaches en analisten tussen zitten. Ja, de Anderlecht-school, hè? Ja, man. Maar zo zie je, snap je, wat Menu is in Engeland uiteindelijk, respectfully, is wat Anderlecht is in België, bro. Ik denk wel dat elk land dat wel zo'n club heeft, inderdaad. Ja, natuurlijk. Er is er altijd een die kop en schouders boven de rest steekt. Maar je doet doelpunten tegen het Dynamo Kiev. Wee. En dan heb je ineens 6 op 12. Ja. En dan verandert je perspectief, hè? Snap je? 3-9 is zo, het gaat moeilijk worden. We gaan nog proberen gelijk te spelen. Dus je aan de helft. Ja, 6-12 is zo van, is mogelijk. Ja, als jij verder doet, dan kun je eigenlijk nog... Dan kom je naar de Theater of Dreams. Ach. Ja, hier, deze pas, man.
Ik controle. Normaal gezien. Afwerking is gewoon daar. Ook zo die afwerking is gewoon daar, bro. Normaal gezien, Bartes, die kamikaze komt al 30 meter uit. Nu hij blijft staan. En ik zeg, wat is er aan de hand? Broer, tegen Thomas, je doet dat niet. Dit is die outfit ook. Hij had nog een ketting aan. Korte mouwen. Vodafone liep ook. Er zit toch wel een nostalgie in. Ja, man. Uiteindelijk. Je bent daar, we hebben dat niet meegemaakt, maar je bent daarmee opgegroeid. Snap je? Je hebt die verhalen gehoord. Zo, ik vind ook zo, ja, de sponsors, dat waren nog geen digitale borden. Ja, ja, er staat gewoon PlayStation, Mastercard, Ford. Ja, dus, dat was nice, man. Ja, Ford was... Ah, maar dat was sponsor van Champions League, toch? Ja, absoluut. Nee, dat was nice. Was en dat offside in de VAR? Nee, er was geen VAR. Er was geen VAR nodig toen. Zeker niet veranderlijk. Het was allemaal op gevoel. Boos afgewerkt. Het is wel boos afgewerkt. Maar dat vind ik ook typerend aan vroeger. De afwerking? Ja, aanvallers, geen blabla. Dat was gewoon... We hebben dat bij Porto ook gezegd, denk ik. Ja. We hebben dat ook gezegd. Van gewoon, eerst dat jij de keeper in je vizier hebt, gewoon vlammen. Zelfs de tweede goal is magnifiek in tijd. Absoluut. Nu zien we. Koze. Koze. En plus hier... Tiki-taka gewoon. Dat is Jan, hè, die hier loopt. Ja, hij is lang, maar snap die man je? Was 2 meter. Niet gewoon droge targetspits. En dat prachtig. Maar ook zo die voorzetten, zo eerste tijd en zo. Dat is allemaal minder en minder. Ik vond zijn video van Radinski zo grappig. Die deed altijd hetzelfde. En dan dat stadion, toch? Ja, man. 4 goals in 5 wedstrijden. Ook niet te negeren. Ja, maar ik zei het zelf van Thomas Radinski. Dat is een naam inderdaad. Als je die hoort, vertellen ze altijd over wie was dat. Snapte? Hij heeft het gedaan, man. Hij heeft voor de grootste club in België gespeeld. Hij heeft geprikt in de Champions League. En hij heeft zijn podcast. Maar wij waren eerst, though, dus op zijn minst daarin ben ik zoals hem geweest. Ik was natuurlijk heel goed afgewerkt. Ja, man. Maar ik kan me niet inbeelden wat dat moet zijn als gevoel om zo als dan kleinere ploeg in de Champions League het grote Manchester United te verslaan. Of een grote Europese ploeg in het algemeen. Dat moet toch wel iets speciaals zijn. Zeker zo voor je thuispubliek. Ja, zeker die voor je ook. Ja, dan denk moet echt, die, ik denk eens dat fluitje, ja, ga je gaan naar de kleedkamer. Is zijn kleedkamer toch? Ik denk niet dat. Ik denk zo die adrenaline. Ik denk dat tot de volgende ochtend duurt of zo. Ik denk niet dat jij kunt slapen eigenlijk. You shaking still. En dan tegen PSV, in PSV. Met Gerets als coach. Mm. Erik. Ja, man, Belgische legende. Ja. Maar hier zijn baliemannen zijn nog niet verwend hier, hè? Krasson de boek, joh. Hier droegen ze nog scheenlappen ook, dat heb ik ook gemerkt. Deze dag, broer, waar zijn die scheenlappen daartoe? Ah, ze zijn nu gewoon kleiner, hè? Hey. Ze zijn nu gewoon veel kleiner. Ja, maar toen had je scheenlappen nodig, zo... hè? Ja, maar het was zo scheenlappen met die sokken. Met dubbele, ja. Met die enkel. Dat gaat ze nodig. Dubbele band, bro. Als jij toen geen scheenlappen had, vriend, dan dubbele beenbreuk, joh. Waarom nu voetballers zijn verwend? Kijk die velden, bro. Als context die we soms vergeten wanneer we praten over oudere spelers en teams, snap je? Nee, dat klopt. Nu, voetbal is op maat gemaakt om te presteren. Kijk. Daarom dat ik deze prestatie van Anderlecht ook zo goed vind. Rustig, binnen tikken. De lange. Jan Koller. Snap je? Koller en Radzinski, dat is zo die klassieke lange en kleine spitscombinatie. Super cliché, maar het werkte wel. En had je nog Aruna Dindan op de bank ook? Ja. Maar die was nog jong. Ja, een paar jaar later toont hij ook wat hij kan. Hè. Hier zo die terugspeelbal, dat is wat de coach zo roept. Marek! Daar, je kijkt zo niet naar de bank. Je kijkt gewoon. Je blijft gewoon. Dat is een moment dat je... Dat is typisch, hè. Lange bal op Koller, hij moet doorkoppelen. De andere weet wat er moet gebeuren. Ah, ik vind hem ook echt te hard, man. Dat was Yaoula. Ah, no. Dat was niet Aruna. No, dat was Yaoula. Nee, is binnen, bro. Was weer offside? Is onside, bro. Maar dat zijn zo dingen die er bijna compleet uit zijn in het voetbal. Ja. Zo, we gaan de lange bal gooien op de Jan. Oh, ja. En hij komt door. Route 1 voetbal. Dus ja, man. Dat missen we. Dat missen we inderdaad. Route 1 voetbal is prachtig, by the way. Maar ja, als je kijkt naar de groep die ze hadden, als je kijkt naar de groep van Gent, en als je kijkt naar wat Brugge heeft gedaan, hè, in het seizoen 22-23... In een zeer sterke groep met Leverkusen, Porto en. Ik ben de vierde. Atletico Madrid. Ja. Konden wij ons dat inbeelden in dat seizoen dat Brugge zoiets kon neerzetten in zo'n sterke groep? Nee. Ik denk dat we daar allemaal wel gesprekken over hadden en dachten wel van Brugge gaat daar derde of vierde. Ja. Dat is een beetje de discussie.
Maar als je dan ziet waar ze de punten pakken, en zeker ook de Atletico Madrid een heel goede prestatie neerleggen, ja, dan... Ja, dat is enkel respect van naar Brugge toe, snap je? En dan zie je wel dat het Belgisch voetbal aan het stijgen is qua niveau. Ik denk dat we, als we nu naar alles bekijken, dan zeggen we, ja, we zien een constante evolutie. En ik denk dat Brugge daar wel kerst op de taart was, zeker. Mogen wij dit type prestaties dan vaker gaan verwachten in de toekomst? Dat is een moeilijke, want uiteindelijk, de laatste jaren, is dat ook van Brugge dat je dat hebt verwacht, snap je? De andere Belgische ploegen zijn nog maar niet direct gevolgd. Maar zij waren ook gevolgd. Financieel voor iedereen een beetje, snap je? En ik denk dat ze nu wel... Ja, ik denk... Het heeft altijd een beetje te maken met waar het financieel plaats is van een ploeg. Ik denk dat je dan daar wel consistent in de Champions League voor moeten spelen. Ja. Dus dan mag je ook zelf niet permitteren dat je niet kampioen speelt en dat je niet kwalificeert voor de Europese competities. Maar uiteindelijk gaat er een verhaal gebeuren waar een Belgische ploeg de Champions League wint, een vraagteken. Gaan ze ver komen, halve finale, kwartfinale, zie ik wel gebeuren. Omdat Champions League is heel inconsistent en je moet een paar keer geluk hebben met lotingen. Je moet ook een paar keer... op de juiste momenten gaan pieken. En ik denk bijvoorbeeld nu, het kaliber van ploegen dat Club Brugge uitschakelt in de groepsfase, en Porto komt daarna ook gewoon tot aan de kwartfinale. En Atletico Madrid heeft ook al een paar keer de finale gehaald. Dus waarom zou je die matchups niet kunnen winnen? Ik zie daar geen andere reden voor. Ze kunnen dat wel, denk ik. Alleen inderdaad, wat is de kwaliteit dat je zelf in de ploeg gaat kunnen behouden? En wat is je vorm op dat moment? Want we zien bij Club Brugge, het was heel goed. Laatste wedstrijd tegen Porto, hebben ze een pak zaal gekregen. En toen was het wel zo'n beetje van... Okay, we gaan... De juiste eruit. Ja, is dit het echte Club Brugge? En dan komen zij in die knock-out fase. Dan zie je wel meteen ineens van, het niveau is groot. Maar nogmaals, die laatste wedstrijd haal je eruit van tegen Porto. Zeg je van, ze zijn gekwalificeerd. Dat is misschien daar even... Mentaal misschien. Ja, dat is een mentaal even waar rust pakken. Doe je die knock-out fase daarna, weet je ook niet wat er gebeurt. Dus het is een beetje echt heel veel... Er moeten heel veel dingen op de juiste plaats vallen voor Club Brugge om zich... voor Club Brugge, voor andere ploegen gewoon om zich... ver te kunnen gaan plaatsen in de Champions League. Ja. En is die Champions League voor ons ook niet altijd een beetje een meetstaf geweest om te zien van waar ligt het niveau, niet alleen van die ploeg, maar van de Belgische competitie? Of zijn Europese competities dat in het algemeen? Ja. Ik vind het moeilijker, omdat als je hele ploeg buitenlands is bijvoorbeeld... Ja, eigenlijk wel. Nee, ik neem terug wat ik zei. Ik denk dat jij wat de nuance maakt tussen de kracht van Belgisch, laten we zeggen, de Belgische competitie en puur Belgisch talent. Goed, maar ik had het inderdaad. Ik heb het vooral over de competitie. Omdat je wel inderdaad de lijn kunt trekken van Belgische ploeg doen het in de Europese competities de laatste jaren goed. Ja. Niet alleen in de Champions League. Playoffs denk ik wel. Maar de Champions League is dan wel zo altijd het, dat is onze beste ploeg. Of dat is onze beste vertegenwoordiger. Dus we willen zien wat hij kan, zodat we een beetje kunnen... En dan heeft Brugge ons zo'n ding gegeven van... We zitten wel veel verder dan wat we dachten, toch? Ja, maar dat is inderdaad ook gewoon... En ik denk nu ook met de andere competities die erbij zijn gekomen, Conference League en Europa League. Je ziet dat die Belgische ploegen daar het ook beter doen. Union hebben we gezien, we hebben Anderlecht gezien, we hebben heel veel ploegen gezien in de afgelopen jaren dat het beter doet Europees. Dat je wel ziet dat het niveau daar stijgt. Ik denk dat Players ook een heel groot deel heeft, of een heel groot aandeel daarin heeft. Maar ik denk dat vaak de gesprek was bijvoorbeeld bij PSG was van... Ja, PSG, ze spelen alles kapot in de competitie, maar dan Champions League is het wat moeilijker, omdat ze geen tegenstand hebben. En wat je in België wel hebt, is die... Ja, je hebt zeker die laatste periode in het seizoen, je hebt die tegenstand. En ik denk dat daarom het niveau wel steeds stijgende is en dat het wel in stijgende lijn gaat blijven. Ja. Maar het moet wel in samenwerking zijn met alle ploegen die tegelijkertijd ook wel gewoon blijven evolueren en blijven verbeteren. Want als er maar één ploeg naar voren gaat, dan gaan zij weer hetzelfde meemaken wat een PSG of een Bayern München meemaakt in hun competities. Als we een beetje denken of hopen op het, kan een Belgische ploeg ooit de Champions League winnen? Dan moet je ook vaak een beetje gaan kijken naar wat ontbreekt er misschien nog. Ja. Ik denk dat jij dat net aanhaalde van, het financiële plaatje is waarschijnlijk het belangrijkste. Ja. Omdat jij een competitieve kern wilt hebben, maar je moet op lange termijn toch kunnen bouwen. Ja. Maar denken jullie ook niet dat wij bijvoorbeeld aan onze stadions moeten werken? Dat die ook een upgrade verdienen? En maakt dat niet mee deel uit van uw groei als club? Ja, want ik denk als je bijvoorbeeld kijkt naar... Gent? Als je gewoon kijkt naar ploegen die een Union moeten een wedstrijd gaan spelen in stadion Anderlecht. Van Anderlecht, omdat je weet dat hun stadion niet voldoende is. Maar ik denk dat we er heel veel voorbeelden hebben gezien. Ja, dat ploegen moeten gaan uitwijken naar andere stadions. Ja, dat is denk ik ook wel een deel. Maar het heeft... Dan ga je weer naar het financiële plaatje, snap je? Kan je een nieuw stadion bouwen? Mag je een nieuw stadion bouwen? Dat is ook een heel groot thema in België. Maar een beter stadion, Champions League, dat is meer aantrekkelijker voor spelers om te gaan komen dan als je... Ja. Denk bij Gent bijvoorbeeld, ze hebben een heel mooi nieuw stadion gebouwd. Dus het is voor hun makkelijker om te gaan zeggen van oké, we halen die, want ons stadion is af, onze ploeg is goed. We kunnen financieel een goed pakket aanbieden dan andere ploegen, denk ik. Ja,
is ergens een beetje de... Snap je? Champions League, dat is... Klasse. Ze noemen dat kampioenenbal. Dat is mooi, hè? Dat doet me ook een beetje snap je? je moet snap je? Soerentai. You come for the occasion. Dus ergens, dat hoort er allemaal bij, die window dressing. Stadion moet een beetje... Snap je? Gotta look a little nice. Snap je? Spelers komen, stappen uit die spelerbus. Je ziet waar je business vandaag. Snap je? Headphones daar. Snap je? Tasje hier. En dan gewoon... Snap je? Ik vind ook de vibe zo moet zijn. Weet je, het is uiteraard altijd 's avonds, maar zo... Er is enkel lawaai in het stadion. Of zo. Ja, en rond het stadion is het stil. Snapte? Lichte regen. Ja, lichte regen, zodat je dat in die spot ziet. Je ziet dat zo in die spot. Ja, man. De bal glijdt op het veld. Je ziet zo dat is Champions League. Hè. Dat is gewoon Champions League. Hè. Dat is Champions League, man. Ik herinner me die nachten vroeger. Want het ding was, ik mocht alleen zo eerste helft kijken. Want ja, maar dan moet je wel slapen. Wacht, want het ding was, vroeger waren de wedstrijden om... Het was vaak 20:30. Kwart voor negen. Ja, dus daar, mama zei ook altijd van... Eén helft, dan je moet nemen. De eerste wedstrijd volledig mocht kijken, was de Champions League finale. Dat was zo van... Mijn net in Chelsea. Ah, dat is al lang. Toen heb ik een hele... Ja, want ik heb bijvoorbeeld de wedstrijd... Mijn net tegen Roma, sorry, dat gaat niet over. Nee, natuurlijk. Het was 7 doelpunten. Ja, mijn moeder ook. Half-time. Het is tijd om naar huis te stel om te gaan slapen, joh. Mijn eerste finale dat ik volledig heb gezien is Liverpool met de comeback. Dus nee, het is 3-0 half-time. Hè? Mijn vader is een Liverpool-fan, dus ik ben mee een beetje Liverpool-fan. Ja, ja. En dan zo, het is 3-0, dus mijn moeder zegt ook van... Mijn vader zei, ja, maar hij mag de hele wedstrijd kijken. Ja, het is 3-0. Mijn moeder zegt, Alexander, het is tijd. Naar boven. Ik heb hem gemist. Nee. Oh. En ik zeg tegen mijn vader, ah, geen stress, papa. We gaan er niet komen. Naïef kind, snap je? Ik ga naar boven. Hij is op LeBron James denk ik vandaag. Nee, want je kan het hem vragen. Want je kan het hem vragen. En mijn vader gaat mee. Hij gaat sowieso, mee, sowieso mee met jou. Maar dan is het zo 3-1. Dus mijn vader roept. En ik ben nog wakker. Dus ik loop naar beneden. Maar ik vraag dan aan mijn mama. Van, mag ik verder kijken? En ik heb het gezien. En dat is dat de beste herinnering. Snapte? Voor mij wel. Je zegt alsjeblieft, mama. Ja, mijn moeder was streng. Don't beg. Huh? Don't beg is disgusting. Ja, maar Champions League is wat je zegt, kermis, kerstmis, dat is school. Dat is, want het ding is met Champions League, zeker als je die wedstrijden zo sneaky bekijkt, dat is volgende ochtend. Dat is zo'n feeling. Je zit zo in de les. Ja, maar Milito. Ja. En je wou ook ergens wou je ook kijken, zodat je op de speelplaats... Ah, dat was het eerste, hè. Mee kon dat, praten over de wedstrijd. Want er is toch niks ergers dan op de speelplaats komen en zo. Ja, heb je die goal gezien van Stankovic? Je hebt alles gemist. Nee, ik mocht niet kijken. Ik slapen. Allee. Ja, dat was echt. En wanneer ging je dat pas voor de eerste keer zien? Opnieuw, s'avonds. Op 7 uur, dat ik daarna pas. Ja, man. Na Champions League is over heel veel dingen. Ja, en ik herinner me ook al die ene... Ik heb jullie dat eens gezegd. Die ene, die commentator van toen. Hier met zijn naam al eens gezegd. Dat is echt mijn directe link met Champions League. Snap je? In het begin, snap ik? Ik kijk maar eerst zelf, dus ik kijk goed vanaf, hè, vanaf dat uren voor Champions League. Voorbeschouwing, alles. En dan die muziek begint te spelen, spelers komen op en dan heeft het zo'n unieke stem. Ja, ik weet niet wie de commentator was van Champions League. Op 2B en zo. Ik weet niet wat de naam was. Maar dat was sowieso altijd zo. Welkom in het Santiago. Ja, maar had echt de juiste stem. Ja, dat. Zo, wara. Ah, ik ben Engels naam ook vergeten, maar gewoon waar die mensen zijn. Ja, Champions League associeer je aan heel veel dingen. Je denkt aan Peter Drury. Ja, inderdaad. Maar hij was ook gewoon in België. Ja, absoluut. Man. Dus daarom, Champions League is nog iets anders. Dat is speciaal. We zeggen andere saus. Ja. Mag ik dus concluderen dat het eigenlijk niet uitmaakt of uw favoriete Belgische ploeg in de Champions League zit of niet? Al is dat natuurlijk wel leuk. Maar dat het voor ons wel altijd belangrijk is geweest dat een Belgische ploeg in zat. Ja. Zodat we en op tv... die wedstrijd konden volgen en misschien een kans hadden. Dat was het ook wel. Als je een Belgische ploeg speelde, dan wist je zeker... Er is één Champions League wedstrijd per week. Dan wist je dat 100% zeker. Dat was wat leuker. Dus is dat dan de conclusie van... Dat is wel belangrijk geweest voor ons als jonge voetbalfans om onze eerste... Ja. Voetbalbeleving in het algemeen. Ja, dat verrijkt de ervaring. Ik heb het nu ook gezien, bro. Vanaf dat die loting er was, groepschats gingen... Man, dingen komen naar België, dingen komen... Als jullie tickets hebben, fix. Wij keken de loting live, toch? Mm. En hij was alle juju's aan het gooien voordat Manchester United zou worden. Ja. Geen enkele, jongen. En net voordat ze Barca trekken, wat zeg ik tegen jou? Hij zegt... Wat was het rij op je dan? Nee, op Barca. Ah, hij ziet ja, we gaan. Ah, maar hij... Ik weet niet wat vandaag hebben echt om. Ja, nee. Hij zei, we gaan Antwerp krijgen. En dan zie je... Barca. Antwerp. Hey, he lost his mind. Ik ga dead. Gewoon een mentale breakdown direct voor mij. Ja. Maar jij bent al... Manchester is al gespoild geweest. Hoe zeg je? Jullie zijn al gespoild geweest. We zijn al naar Anderlecht gekomen. Huh?
Heb je gezien Anderlecht? Dat is 2 jaar, vriend. Ah, ze zijn een paar jaar geleden ook naar Anderlecht gekomen. Ja, ja, daarom. Europa League. 7 jaar geleden. Leo de Donker. Ik woon elke keer naar dingen gegaan, vriend. Ja, het is waar. Moet ik soms gewoon om de hoek, door de Noord. Het is makkelijk. Ik zet mijn auto in een sportpaleis daar. Ik kwam een beetje verder en we zijn er. Nu, ik moet weer op televisie gaan kijken dat we naar, ik weet niet waar, gaan naar Betis en zo. Ik zou zeggen, laten we hopen dat er elk jaar nog steeds 1 of 2 Belgische ploegen in zitten. Ja. En laten we misschien hopen voor Brian dat Manchester United... 1 keer. Ooit. Eén keer. Jij moet in de conference gaan kijken. Brian, ik wil u bedanken. Alice, ik wil jou bedanken. Marcus, ik wil u bedanken. Jullie ook bedanken. Maar weet je wie ik zeker wil bedanken? Wie wil jij bedanken? De UEFA Champions League. made my childhood memories. Ja, absoluut, man. Ja, man. Nu kijk ik een beetje verbitterd naar de Champions League, want ik kan toch niet winnen. Ja, maar wie weet... We hebben het net gehad over speciale seizoenen. Uiteindelijk, you never know. Maar ik heb man. Een speciale club. Maar het is niet erg. Dat kan voor de andere keer. Shit, dit. En dan ga ik uiteraard de kijkers en de luisteraars bedanken. En dan zeg ik tot de volgende episode van Champions Classics op Proximus Pix. Pow!